Welkom bij aflevering 20 van Vogels leren kijken met Paul Saager. Het is de eerste week van mei, dus we gaan nog weer een keer naar het prachtige landje van Gruijters. Want daar zijn dan altijd mooie watervogels en steltlopers te zien. En misschien ook wel de eerste sterntjes. Nou, kom op, we gaan met het prachtige weer vogels kijken. Deze kleine koddige steltloper die zo grappig met zijn staart wipt, is de oeverloper. Hij is ongeveer zo groot als de kleine plevier die we in vlog, ik meen 13 al hebben gezien. Dus een soort spreeuw, veel groter is hij niet. Gaan we even kijken of hij ook scherp wil, want hij zit net even achter een oevertje. En kenmerkend zijn twee dingen, dat de hele tijd met zijn kont wippen. Dat is kenmerkend voor de oeverloper, dat doet hij de hele tijd als hij loopt. En dan dat donkere verenkleed met die lichte borst en buik. En dan heel duidelijk is die inkeping, die komma-vlek op de schouder. Verder heeft hij een vrij korte snavel, net als de kleine plevier. En relatief korte groen-zwartige poten. Terwijl hij een beetje verderop is gevlogen. De oeverloper is een heel schaarse broedvogel in Nederland. 10, 20, 30 paardjes, daar houdt het wel op. Sinds een jaar of 30, 40 broedt hij wel zo'n beetje jaarlijks in Nederland. In de landen ten noorden en oosten van ons is hij veel algemener. En dan broedt hij ook op stenige oevers van snelle stromende rivieren. Nou, Nederland is dus een heel schaarse broedvogel. Nou, een erg mooi vogeltje. Daar zie je nog dat mooie subtiele verenkleed. Hele subtiele tekening heeft hij op zijn rug. Toch wel iets van een oogstreep en ook heeft hij een hele lichte oogring. Beetje de gestreepte borst die je ook bij de tureluur zag. Het zonnetje er nog even op voor de tekening op de rug, schitterend. Deze mooie slanke vogel, die oppervlakkig op een meeuw lijkt, is de visdief. En dat is geen meeuw, maar een stern. De sterntjes zijn wel verwant aan de meeuwen, maar ze zijn kleiner. Ze hebben langere vleugels, een langere staart. Hebben over het algemeen een wat spitser uiterlijk. Kenmerkend voor de visdief, de sternachtige, is die hele lange vleugels. Die lange gevorkte staart. En die staart die is zo lang en gevorkt dat hij een beetje het silhouet heeft van een zwaluw. Een zwart kapje, een witte wang en een rode snavel met een zwarte punt. Is een algemene broedvogel in Nederland. Je kunt hem overal vinden. Overal waar water is in Nederland kun je de visdief vinden. Hij jaagt op visjes. Hij heet niet voor niks visdief. En dat heeft een prachtige sierlijke vlucht, een beetje als een zwaluw. Hij danst over het water en met zijn mooie lange vleugels. De visdief overwintert niet in Nederland. Hij trekt aan het eind van de zomer, tot september, trekt hij naar zuidelijke oorden. Dit is boffen, dit zijn kemphanen. Dit is het mannetje, die grote met die gele poten en die kraag. Een beetje wratten op zijn snavel, een hele getekende rug. En deze veel kleinere, dat zijn de dames. Die hebben een korte snavel en die hebben wel die hele duidelijke getekende rug met die grote druppels. Kijk, daarvoor zit de zwarte ruiter, die heeft dus een veel vager soort verenkleed qua tekening. Maar die kemphanen, die hebben grote druppels op hun rug, dat is kenmerkend. En die poten zijn altijd een beetje geel, geel-oranje, soms groenig. Maar doorgaans zo'n beetje gelig-oranje, zoals hier. En het is eigenlijk de enige steltloper waar de mannetjes veel groter zijn dan de vrouwtjes. En zo'n heel duidelijk verschil tussen mannetjes en vrouwtjes, dat noem je seksuele dimorfie. Kemphanen, die hebben ook een heel ander broedgedrag en baltsgedrag dan de andere steltlopers. De mannetjes die verzamelen zich op een soort strijdtoneel, een lek. Dat is een open plek in een grasland. En dan gaan ze met elkaar vechten. En de vrouwtjes die staan dan te kijken wie daar wint. En het mannetje dat wint, die mag een aantal vrouwtjes, dus een harem, mag hij bevruchten. Daar is hij weer, het mannetje. Je ziet, die is echt veel groter dan de vrouwtjes. En dit is dus een wit mannetje met een witte kraag. Je hebt ook mannetjes met een rode kraag en mannetjes met een zwarte kraag. En dan zijn er op zo'n lek dominante mannetjes. En dat heeft onder andere te maken met de kleur van de kraag. En de witte kragen zijn de minst dominante. Die staan dan op de hoeken, zogenaamde honkmannetjes. En die staan een beetje zo te wachten wat er overblijft van het echte gevecht. Maar blijkbaar is er toch ruimte voor de minder dominante mannetjes, want die nemen soms hun kans waar wanneer er gevochten wordt en dan niemand oplet. Dan gaan zij snel even langs bij de vrouwtjes. Kemphanen waren ooit erg algemeen in het veenweidelandschap van Nederland. Dus Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Friesland, stukken van Groningen, Noord-Holland. Maar het gaat heel slecht met de kemphanen in Nederland. Er broeden nog maar enkele tientallen paardjes. Waaronder in het midden van Noord-Holland en in Friesland. En verder zijn ze uitgestorven. Dus dat is behoorlijk dramatisch. Gelukkig is het een hele algemene broedvogel in Scandinavië. Het is toch wel zonde dat zo'n schitterende vogel dan bijna uitsterft in ons land. Heel leuk, prachtige vogel, de kemphaan. Geweldig boffen. En deze zouden dus kunnen broeden hier niet zo verschrikkelijk ver uit de buurt. Maar het kan ook zijn dat ze op doortrek zijn naar Scandinavië. Hier nog even het vrouwtje. Nou, dat was aflevering 20 van Vogels leren kijken met Paul Saager. We hebben inderdaad kunnen genieten van een paar schitterende steltlopers en het visdiefje en zo. Dus ik denk weer een geslaagde oogst. Dus op naar volgende week. Dag!